Hoi, ik ben Bas ten Heeg, omgevingsmanager bij Dijkversterking Tiel Waardenburg. Mijn naam is Hendrike Jager en ik ben ook omgevingsmanager op Dijkversterking Tiel Waardenburg. Wat fijn dat je kijkt naar alweer de vijfde video. Markante Diek, de aannemer, die is gestart met de kap van bomen. Maar ze zijn ook begonnen met de sloop van de eerste woning. Ja, we zitten hier nu bij de sloop van een van de panden die we moeten verwijderen in het kader van de dijkversterking. En het is een beetje zo, een dijk die wordt met een versterking vaak breder. Hij wordt hoger, hij wordt breder. Ja. En dat betekent dus dat hij meer ruimte inneemt als de dijk die we nu hebben. Ja. En op heel veel plekken is dat niet zo'n heel groot probleem. Hè. Bijvoorbeeld als we door weilanden gaan met een dijk, dan moet een stukje van het weiland af. Dat is vervelend. Maar op sommige plekken zitten we echt klem, hebben we gewoon geen ruimte. Ja. En dan ontkomen we soms niet aan om een huis te moeten slopen. Ja. En dat is hier bijvoorbeeld het geval. En in totaal moeten we 5 huizen langs dit dijkversterkingsproject slopen. Ja, oké. Okay. Eigenlijk geldt dat ook voor de natuur, hè? De aannemer Markante Diek is begonnen met kappen van bomen. Kun je eens uitleggen waarom dat nodig is? Ja, eigenlijk heel vergelijkbaar. We gaan op een gegeven moment de dijk versterken en op een gegeven moment en daarmee verbreden. Ja. En soms komen we langs stukken waar bomen staan. We hebben natuurlijk met het uitdenken van panden zoveel mogelijk rekening mee gehouden van waar zit kwetsbare natuur, kunnen we dat sparen. Ja. Maar soms, net als bij een huis, lukt dat niet en dan kom je niet aan om toch bomen te kappen. Ja. De bomen moeten weg. Ja. Maar waarom begint de aannemer nu al met het kappen van die bomen? De aannemer doet dat nu. Hij gaat volgend jaar april gaat hij echt beginnen met grote werkzaamheden. En daarvoor moet hij ruimte maken. Daarvoor moeten de bomen worden gekapt. En we doen dat nu, omdat we te maken hebben in Nederland met wet en regelgeving. Die aangeeft dat we buiten het broedseizoen om mogen kappen. En daarnaast willen we ook de natuur zo min mogelijk verstoren. Dus we gaan komende winter, dus dit najaar en het vroege voorjaar, gaan de bomen van de eerste stukken waar de aannemer volgend jaar gaat starten, moeten worden gekapt. Maar Basten, dan gaat volgend jaar die grote uitvoering beginnen, maar eigenlijk gebeurt er nu al best wel heel veel. Absoluut, zeker weten. Ja, ze zijn volop aan de slag. Ja. Ik moet nog even naar de bonus, ik zie je zo weer. Ja. Dit was hem weer. Bedankt voor het kijken en tot ziens. Hoi. Hoi.